Wisselingen aan top. Drukte in telecom. Concentratie in bouw. Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Business Update. Op een rustige beursdag, en dat had vooral te maken met het feit dat de Amerikaanse beurs vandaag gesloten was vanwege Thanksgiving Day. Geen nieuws uit Amerika dus, en het betekent automatisch een rustige dag in Amsterdam, waar de handelaren de omzetten bedroevend noemden. De AX die kroop in de loop van de dag onder invloed van de aanhoudend hoge dollar een klein beetje omhoog en steeg van de 882 punten van gisteren naar 886 aan het einde van vandaag. Een stijging van bijna 4 punten, bijna 0,5% zoals u ziet. En als je naar de lijst van stijgers en dalers kijkt, dan valt op de midcap vooral Gouda vuurvast op, dat zich enigszins herstelde van de klap die het gisteren opliep. En vandaag kreeg dat fonds een stijging van 15 gulden naar 311 gulden. Bij de hoofdfondsen zien we Netlloyd ruim 6% klimmen. En ook Akzo Nobel dikte aan, maar wel ietsje minder. Dat was ruim 2%. Ten slotte mocht Fortis AMF vooruit met bijna 1,5%. Dan de dalers vandaag. Dat waren VNU, Nutritia en KLM. VNU die wist de schade beperkt te houden tot iets meer dan 0,4%. In het huidige beursklimaat klimt de dollar weer richting de 2 gulden. Dat was goed voor de Amsterdamse beurs, zoals we al net zeiden. Vanavond is de Amerikaanse munt iets meer dan 1 gulden 98 waard. Onze wereldkaart laat zien dat de groene vlekken vandaag voor de verandering is overheersen. We zien dus niet zoveel rood. Het rood wat we zien is, en dat hadden we natuurlijk ook wel verwacht, vooral in het Verre Oosten te vinden. KLM dan nu. Nog ruim een maand te gaan en dan zit het beursjaar 1997 erop. Dat is een goed jaar geweest voor beleggers, vooral als u eerder ingestapt bent dan in augustus. Met weinig dalers over het algemeen onder de aandelenfondsen en relatief veel winnaars. En een van die grootste stijgers van dit jaar is zonder twijfel KLM, ondanks de kleine daling van vandaag. De KLM heeft de tij mee. Het goede nieuws dat de kleine discount-luchtvaartmaatschappij EasyJet de klacht tegen KLM bij de Europese Commissie wegens oneigenlijke concurrentie heeft laten vallen, komt KLM goed uit. EasyJet wil nu alle energie steken in een zaak tegen British Airways dat van plan is een eigen discountdochter in de markt te zetten. Voor KLM een grote opluchting, want behouden ze het akkefietje met EasyJet, gaat het bedrijf goed. En dat is terug te zien in de koers van het aandeel. Vandaag verging het KLM weliswaar niet echt goed. Het aandeel moest een stapje terug doen, maar sinds eind vorig jaar is KLM bijna in waarde verdubbeld. En dat kan van weinig aandelen in de AEX gezegd worden. De verwachtingen voor het aandeel blijven ook hoog gespannen. Vrijwel alle grote banken en effectenhuizen hebben KLM het advies koopwaardig gegeven. Gisteren, dames en heren, zeiden we het al in Business Update. En vanavond kwam de officiële bevestiging van de ING. Namelijk dat Godfried van der Lucht, nu nog vicevoorzitter, per 1 juni 1998 de voorzitter van de Raad van Bestuur van ING wordt. En daarmee volgt hij de huidige voorzitter Aad Jacobs op. Heer Jacobs, die inmiddels 60 jaar is, wordt, en dat is gebruikelijk bij aftredende bestuursvoorzitters, commissaris van de bank. We zeiden gisteren ook dat er geen nieuwe vicevoorzitter zal worden benoemd. En ook dat bericht is vandaag officieel door de ING bevestigd. En overigens gaf de ING daar geen nadere verklaring voor, maar volgens onze bronnen zal er helemaal ook geen tweede man worden benoemd naast Van der Lucht, omdat de commissarissen geen keuze kunnen maken uit hun kroonprinsen. Er zou dus een flinke machtsstrijd aan de gang zijn achter de rug van Van der Lucht, maar helemaal duidelijk is het niet. En dus is er ook onduidelijkheid voor de aandeelhouders. En over die onduidelijkheid en de opvolging aan de top van dit soort beursgenoteerde ondernemingen praten we verder met professor Herman Sterke. En professor Sterke is hoogleraar van de vakgroep Economie aan de Universiteit van Groningen. Dag meneer Sterke, welkom in Business Update. Goedenavond. We weten niet wie de tweede man wordt van de ING. Is dat belangrijk om te weten voor aandeelhouders, denkt u? Ik denk dat dat belangrijk zou moeten zijn voor de Nederlandse aandeelhouders. Dat ze weten wie de kroonprins is en wie de onderneming in de toekomst gaat leiden. Maakt het dan zoveel uit wie een onderneming leidt? Want het is toch een verzameling mannen die vooral in Nederland gewend zijn om in consensus hun beleid te formuleren. Dat is correct. Die consensus die zit in de Nederlandse bedrijven. Dat zit in de besluitvorming. Dat neemt niet weg dat de leiding van de echte leider van de onderneming en ook de tweede man een hele belangrijke stempel natuurlijk hebben op het bedrijf. Kan dat stempel het verschil zijn tussen meer en minder winst? Een hogere koers en een lagere koers? Ik denk het wel. Dat zou het moeten impliceren. Een betere leiding van de onderneming zou een hogere koers van het aandeel moeten impliceren. En
Dat zou betekenen dat het dus bij een opvolger bijvoorbeeld een hogere winst gegenereerd kan worden of een lagere winst. En dat een opvolger ook een trendvolger kan zijn in het beleid. Maar is dat reëel? Kiest men in Nederland niet vaak opvolgers die hetzelfde beleid voortzetten en waardoor dus de winstverwachtingen ook gelijk blijven? Zeker in de situatie dat het goed gaat met de onderneming zie je dat natuurlijk veel. De vraag is meer, als het niet goed gaat met de onderneming, wat voor ga je dan echt een trendbreuk forceren? Ja. En dat kan wel degelijk dan een invloed hebben op de waarde van de onderneming en dus de koers van het aandeel.